kijkers van Online, van harte welkom terug bij de WK-wedstrijd tussen Spanje en Costa Rica in groep E. Goed jongens, we zullen het zien wat voor wedstrijd dit wordt. Spanje de wereldkampioen van 2010, jammer genoeg. Maar goed, Spanje, Costa Rica dus. Dus dat gaat goed komen, prima, goed, ja. Spanje, Costa Rica. Nou, het gaat dan echt beginnen. En ook deze mensen die langzaam naar hun plek in het stadion lopen, hopen het beste voor hun land. Het WK staat op het punt van beginnen voor hen. We zenden de wedstrijd live uit vanuit het Al Bayt Stadion. Dus blijf kijken. Spanje, Costa Rica. Het Al Bayt Stadion vormt het decor voor de wedstrijd die we straks gaan zien. Ik ben Sier de Vos en naast me zit collega Jeroen. We hebben een uitstekend overzicht over het veld. We gaan kijken naar de eerste wedstrijd van deze twee teams op dit WK. Het is in de groepsfase van het toernooi. Kortom, een wedstrijd die je niet mag missen. Hartelijk dank voor deze fraaie introductie weer, Siert. Ja, ik denk dat we gaan kijken naar een boeiende ontmoeting in deze pool vandaag op het WK. Het is te hopen dat we een aantal mooie goals gaan zien. Met deze twee teams is dat zeker mogelijk. Kijk, Spanje heeft natuurlijk een soort instaar, omdat ze natuurlijk één keer wereldkampioen zijn geworden. Voor de mensen die denken wat is daar op dingen, als je er één hebt, dan ben je één keer wereldkampioen, als je twee, dan twee. Maar zie je dit te vijf, maar Simon Onlap bij Spanje. Met Jordi Alba aan de zijkant. Alba, Torres, Laporte, Carvajal, vervolgens Pedri, Busquets, Koke. En voorin hebben wij dus Torres, Morata en Sarabia. Sommigen zien natuurlijk, zie wel eens die spelers natuurlijk in FIFA 23 Ultimate Team, daar heb ik wel wat Spaanse spelers natuurlijk, maar dat is allemaal voor toen. Goed. Dit is dus Costa Rica. De opstelling van de tegenstander. Navas onder lat. Hier is die formatie. Twee rijtjes van vier. Ovido, Colvo, Duarte, Fuller. Ja, goeie oude 4-4-2. Ja. Benetta, Tejeda, Borges, Torres. Voor een Contreras en Campbell. Spanje vier jaar geleden tot aan de achtste finale is gekomen. Uitgeschakeld toen door Gastland Rusland. De vraag is hoe ver komen nu de Spanjaarden. Voorzet in de 16. Zonder om zo de bal kwijt te raken. Daar is niets op af te dingen. De scheidsrechter heeft voordeel. Ziet dat er. Gelijk een vrije trap in de derde minuut al van de wedstrijd. Ze toont zich coulant en houdt het voor nu bij een waarschuwing. Ja, maar deze speler zal nu wel echt moeten gaan uitkijken hoor. Zo, wat is dit nou? De doelman kan de bal gewoon laten gaan. Ik denk even, gaat er iemand er nog? Kraan geven, maar uiteindelijk niet. Snel vergeten. Torres. Campbell. Die bal wordt ingeleverd bij Laporte. Sergio. Direct druk zetten, dat werkt hier. Pauw. En nu Pedri. Pedri. Zet, geblokkeerd.
Koek. En de scheidsrechter fluit. Ze krijgen een vrije trap toegekend. Vrije trap voor Costa Rica. Busquets. Pas eruit. Morata. En dan nu een mogelijkheid. Oh! Coteras, maar kijk wat voor mensen het aan dit is! Dit kan een rode kaart zijn, dat is het ook, ja! Rood! Spanje moet verder met 10 man, in de 12e minuut valt die rode kaart al heel snel. Anders doen als arbiter, dit is een doorgebroken speler. 1-1 is 2, zelfs in het voetbal. In de 12e minuut gaat Spanje verder met 10 man. En dan is dit een gevaarlijke plek. Oi, oi, oi. Borges achter de bal en... Oh. Laporte heeft dus een rode kaart van Spanje. En hoe gaat Spanje hiermee om? Pablo Sarabia. Kijk, slim balletje hoor. Morata. Koken. Kaleggen en... Navasrat. Koken met de corner. Voor? Nee, er zit iemand bij. Pedri. Jordi Alba. En nu gaat die bal niet naar rechts. Ja, Carvajal. Dat is meteen omgezet aan dit. Paas op Alvaro Morata. Bestrand. En de tegenstander nu met het balbezit. Er ligt de ruimte voor een counter. Ik zal het niet nog een keer doen, want anders zijn we misschien met 9 man hier. Maar uiteindelijk staat Costa Rica in een voorsprong. Hier, hij loopt mee. Keeper komt, keeper geen kans, ja. 1 op 1, dan gaan die ballen er vaker in. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. De bal rolt weer en dan moet Spanje iets aan deze achterstand gaan doen. Daar was. Pablo Sarabia. Sarabia. Niet eens in de buurt van de paal. Sarabia. Hij rukt op richting tegenstander. Staan er wat mensen vrij? Ja, er staan wel wat vrij. Dat is maar half werk. Kook! Kook! Oh. Actie van de sluitpost. Mooie redding. Goed met de corner. Schiet hem in de 16. Hij kan die bal wegwerken. Koken. De voorzet wordt gegeven. En de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. Ook Costa Rica kan in één keer voor een verrassing zorgen. Het schot dan. Daar komen ze weer. Paul? Ja, daar geeft de scheidsrechter. Maar weer een vrije trap voor Costa Rica. Wat schot. Kijk, de doelman gewoon naast. Simon. Sarabia. Sarabia.
P3. P3 gaat richting deze kant. Om terug te leggen om dan erin te koppen, maar uiteindelijk redt de keeper hem nog. Hij heeft echt last hoor van die blessure. Echt knap hoor. Hoe je de bal tegen. Grandioos gedaan en maar goed al trouwens, want anders hadden ze de gelijkmaker geïncasseerd. De look goed en nu zit Varan ertussen. Zo'n kopbal van dichtbij, maar hij werkt. Maar ook ik tel hem op. Nu ik dacht dat hij deze wel erin zou leggen. Krijgt Spanje hem dan niet in. Zeg van deze mogelijkheid. Daar is weer een aanval van Spanje. Fabia, weer de volgende aanval. Op Alvaro Morata. De voorzet werken ze weg. Die is niet fit meer. Ik vraag me af of hij het einde van de wedstrijd wel haalt. Campbell. Zo zijn er toch wel wat verrassingen. Zo krijgt Spanje de bal echt niet in en dit is buitenspel. Steekbal. Nee, nu is het buitenspel. De speler komt gewoon te snel in actie. Ja, natuurlijk. Hij staat erachter. Het is hartstikke moeilijk met zo'n verdediging die ook niet altijd staat te slapen. Ja, niks mis met de steekbaas. Wachten. Alleen ging de beoogde ontvanger te vroeg weg. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. En nu mag Spanje weer. Kijk. Oh, wat zit hij daar mooi ertussen. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Sergio. P3 verliest de bal. Kijk nou ertussen. Hij lijkt echt niet meer verder te kunnen. Het team kan niet ondersteuning. Heeft hem dan zomaar in bij Kook. De aanval is ten einde. Costa Rica dan. Heeft hem zo in bij Spanje. Bal onderschept. P3 gaat daar neer. Geen overtreding, 2 minuten extra tijd. 2 minuten blessuretijd aan. Ja, Costa Rica de bal aan de bal zit. Torres. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. En dit is een bal. Een hele zachte. Dat is het einde bal. Van de eerste helft hier. En zo is het rust. Albaid Stadion. Staat Costa Rica op een 1-0 voorsprong. Deze speler heeft nog geen stempel weten te drukken op dit duel, Jeroen. Ja. Eenvoudig vaststellen. Bij deze achterstand worden wij. Goed. Dit is wel hoe het staat. Spanje 0, Costa Rica 1. Gaan we door met de tweede helft. Een scheidsrechter fluit. Dan begint de tweede helft. De eerste groepsontmoeting van dit WK. P3. Die doen we ook gewoon zomaar in. Ja, als de twee spelers van Spanje elkaar meer doen en dit is... Dus zo aan de zijde van Costa Rica, linksbovenin zie je nog de wissel. De bal komt voor het doel. En daar zit de doelman er nog tussen. En dat was nu de hoek, en anders was het 2-0 voor Costa Rica geweest. Prima gedaan. Nog een corner. Wordt ook ineens genomen. Het zag er veelbelovend uit, maar ja, het resultaat is een doeltrap. Ja, P3. Torres. Alweer Torres. Torres, die gaat er makkelijk aan lang. Voordeel van Spanje. Lever dat wat in voor Spanje. Morata. Krijgt hem echt niet. En omdat er goed wat verdedigt. Kook. Binnengekopt, nee. Weer niet. Spanje heeft moeite met scoren.
Ryan. En? Dit is geen 2-0 voor Costa Rica. Dit was bijna 0-2. Bal blijft binnen naar die redding. Ja, en nu gewoon een simpel pakken. Dat kan ook wel. Naar die grote actie van zo net. Pedri. Ja, die mochten zijn. Zit weer iemand ertussen van Costa Rica. Zo speelt Costa Rica eigenlijk op zich redelijk goed. Wordt voordeel gegeven aan die. Spanje krijgt ze er niet in. Tempo in de wedstrijd. Sergio. Hier, een steekpaas dan. Fafan. En? Dit kan. Een kans. Hij stuit die bal op dezelfde speler. Hij werkt hem weg. Hij heeft toch behoorlijk veel last hoor. Kijk maar. Een half uur nog op de klok. Einde balbezit. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Ryan. Goed opgelet. Goede actie van de doelman en de bal vast. Het is een hele verre. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. Campbell. Hij kan vlieg kopen. Is dit geen 2-0? Dit is geen 2-0 en de rebound zit erin. Costa Rica komt op een 2-0 voorsprong. De rebound. Ja, de keeper heeft er alles aan gedaan. Maar moest uiteindelijk buigen. Spanje 0, Costa Rica 2. Duidelijke carambolage. Bij de eerste inzet zit hij hier en ja. De tweede, daar kan niemand wat aan doen. Ruiz. Scoort en dan gaat hij erin. De 2-0. Kook. Pedri. Robert Torres. Van? Nee, die speler stond nog buiten spel. De loopactie was goed, maar de paas kwam te vroeg. Ja, hoe dan ook. Ze voelden elkaar niet goed aan. En weer balbezit na die sterke actie. Hij is duidelijk niet fit meer. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. 20 minuten op de klok, ja. Er is nog tijd voor een aansluiting. Pedri. Fafan. Staat een ruimte voor de Spanjaard. Fafan. En dan is dit de 2-1. Ja, daar is hij dan te lang. Dus 1-2. Je kon erop wachten. Tiki taka, tiki taka. En het wordt heel. Afgemaakt. Dit is een kwestie van precisie. Hier en dan jouw drie meter binnenaan te lopen. En dat gebeurt dus ook. Hier. Op de lat en erin. In de 74ste minuut. Deze aansluitingstreffer. En nog één kan maken. Hier laat hij zien dat hij weet. Morata. Sergio Busquets. Busquets. En het is 2-2. Goed ingegrepen. Wat voor slotminuten krijgen we? En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. Het team gaat zo verder met een nieuwe speler. En weggewerkt deze inkomende bal. Pedri. Steekpaas nu van Pedri. Fafan, maar het is buitenspel. Dat had best iets kunnen worden hoor. Maar ja, zoals Johan Cruijff al zei. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je of te vroeg of te laat. Ja, dat is eigenlijk wel even zijn mooiste uitspraak. Hè? Zo ingelieverd. Nee, die bal is dus voor mij, zegt Carvajal. Alles wordt nu uit de kast gehaald. Dat is heel mooi gedaan. Toch nog die gelijkmaker voor elkaar te krijgen. Spanje op weg naar 2-2. Geen risico genomen. Uiteindelijk. Oh, wat is dit? Keeper komt, maar keeper heeft hem. Hoe? Keeper.
Zo was dat een fout. Er is één man die wel een schouderklopje verdient en dat is de keeper. Want hij behoeft zijn team op het laatste moment voor de gelijkmaker. Morata, dan is het alsnog 2-2. Zo is het in de laatste kwartier dat Spanje in de slotfase gelijk maken. Fantastisch. En er is misschien nog tijd voor een winnende. Een mooi boek van Bordewijn. Goed voor je literatuurlijst. Wat een streep. Wat een knal. Wat een prachtige goal. Ja, het is niet gek dat de doelman hem niet kan tegenhouden. En dan is het uiteindelijk 2-2. De stand weer in evenwicht. In de 86e minuut. De vraag is, wat voor slotminuut krijgen we? Over 4 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. En dan toch met 10 man hoor. Misschien de mogelijkheid om op de valreep de overwinning te pakken. Aanval stuk gelopen, ze houden de bal niet. Laatste minuut is ingegaan. Hij oogt echt niet fit meer hoor. Hij verslaat zijn tegenstander. Pakt hier de leiding. En dat is een geweldige redding van die doelman. Daar waren ze aan het einde van de wedstrijd bijna de klos. Hij redt zijn ploeg. Daar gaat Spanje het bijna weg. Het staat nog steeds gelijk. Zo was dit een hele mooie pot, maar het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. En voor anderhalve minuut nog. Dat is wel knap, maar het is niet veel tijd wat Spanje heeft. Ja, levert Spanje in. Duidelijk veel last van die blessure. Mag Spanje nog een keer? Nee. En zo eindigt Spanje Costa Rica 2-2. En ik denk dat ook die rode kaart natuurlijk meespeelt in die emotie. Natuurlijk, die rode kaart, dat was eigenlijk de tegenslag van Spanje, maar het is rood. Het was een terechte rode kaart. En ja, dan is het jammer dat ze gelijk spelen. Hij heeft gescoord, maar dat zal toch een... Zo eindigt Spanje, Costa Rica en 2-2. De overwinning binnen te slepen. Mooie leuke wedstrijd. Uiteindelijk is het eigenlijk pas in de 74e minuut dat Spanje echt kwam aandringen. Maar Spanje had kansen genoeg, maar ze kregen hem er niet in. Dus het is eigenlijk wel een beetje verdiend dat 2-2 wordt goed. Groep E, Spanje, Costa Rica 2-2. Goed kijk, ik ga het hier in ieder geval echt bij laten. Wij zullen natuurlijk elkaar zien vanavond om 8 uur met België en Canada. Goed kijk, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot over 2 uurtjes bij België jongens. Mazzel!